Goedemorgen allemaal. Jullie zien het goed. Ik zit op de fiets naar mijn flexwerkplek, vlak hierbij in de buurt. 10 minuutjes fietsen of zo. Waarom ga je dan niet lekker gewoon thuis werken, hoor ik je denken. Nou, dat zal ik je vertellen. Het is hier nog zomervakantie. En dat betekent dat het thuis een beetje druk is. En ik heb deadlines. Want ik werk gewoon door die hele vakantie. Superleuke zomerjob aan het afronden voor Weerplaza. Weerplaza durft het namelijk aan om een aantal jongeren een smartphone te geven en filmpjes te gaan maken over het weer. En ik mocht hen daarbij begeleiden. Complete chaos. Ja, maar ik ben al helemaal nat. Ik kom niet meer. Nee. Ja! Wij hebben gewonnen. En niet we. Nee. Kijk. Nou, dat is wel. Tot de volgende keer. Doei. Maar wel hele leuke chaos, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar ga ik vandaag nog wat dingen voor afmaken. En ondertussen ben ik bezig met wat nieuwe opdrachten die binnenkomen. Dit is video. Mijn collega's. Ga ik nog weer meer mee samenwerken. Even deze kant op. Hoekje om. Op blijven letten, Kim Verschien. Ja, fietsen en filmen tegelijk gaat prima. Tot nu toe. We zijn bezig met een aantal video's voor de gemeente Den Haag. Waarin we laten zien dat je met een aantal mooie methodes en concepten taalachterstand bij kinderen beter weg kan werken. Dat is echt hard nodig. Het voordeel is wel dat je merkt dat ze de woorden veel beter gaan uitspreken en veel bewuster zijn van hoe ze de Nederlandse klanken eigenlijk moeten maken. De grasmaaier. De slecht. Ja, je hebt hem. En dat is leuk, zeker bij die kleintjes. Heel waardevol om daaraan bij te dragen. Dat vind ik leuk. Dingen die iets betekenen, die iets doen voor de maatschappij. Mensen met elkaar verbinden, mensen inspireren. Dat is voor mij belangrijk. Ook leuk in dat kader is de samenwerking met This Is Video en iAmsterdam. Die willen maatschappelijk ondernemen meer op de kaart zetten. En ze hebben heel veel leuke maatschappelijke ondernemers in Amsterdam. Well, I guess that Amsterdam, you know, is internationally familiar for its weed culture. Smoking weed, we don't say smoke weed, we say eat it. Obviously, you know, there's no marijuana in our burgers, but it's seaweed that we're using. And we definitely challenge the meat industry because we have to move away from eating animals into the plant-based future. Ik moet over gaan steken, jongens. Yes, we can. Okay. We zijn veilig aan de overkant. En er zit ook nog een leuke klus aan te komen voor de gemeente Berkelland. Dat ligt echt bijna bij Duitsland. Maar die zijn daar heel leuk bezig met een team voor elkaar, heet dat. Het bord zegt het al. Ze zijn er voor elkaar, voor de inwoners. Op het gebied van jeugdzorg, arbeid, gezondheid. Proberen ze het beste uit de bewoners daar te halen. Of de bewoners het beste uit zichzelf te laten halen eigenlijk. Daar mag ik wat voor gaan maken. Hey, hallo. Hi. Ik word gewoon ingehaald door een hele oude mevrouw net. Dus fietsen en filmen gaat wel samen, maar niet heel snel. Goedemorgen, dit is Rob. Goedemorgen, dag Kim. Goedemorgen, kom je weer lekker flex werken? Ik kom lekker flex werken, ja. Ik ben reclame voor je aan het maken. Ja, ik zie het. Dat is goed, hè? Maar ik zie je zit niet met mijn hoofd in. Ja, maar je bent ook veel te lang. Je bent ook veel te lang. Naast al die videoproducties zitten er ook nog allerlei leuke klusjes aan te komen op het gebied van workshops, training, begeleiding. Wat betreft video en storytelling. Heel leuk en inspirerend. En over inspiratie gesproken. We zijn aangekomen in de Inspiration Lounge. Ik zal eens even laten zien. Kijk, het is de koffiehoek. Niet geheel onbelangrijk. En dit hierachter is mijn werkplek, mijn flexplek. En dit is de bank waar ik tussen de middag op ga liggen. Nee, geintje. Ik ga even deadlines hakken. Eerst even koffie zetten. Ik ben heel huids aangekomen. Filmen en fietsen tegelijk. Het kan. En nu weten jullie ook weer een beetje wat ik allemaal te doen heb. Doeg!